ik ben ik en iemand anders is iemand anders. En je denkt ook, je hebt bij mensen dat je ongeveer hetzelfde denkt. Maar ik denk grotendeels, je blijft je eigen visie op bepaalde punten hebben en er zal altijd wel een woord zijn dat anders is. Ik ben Glenn, ik rap onder de naam Lyricant. Ik woon op de Wildert-Essen en ik ben vooral bezig met hiphopmuziek, rapmuziek. Ik mix ook voor andere mensen tegenwoordig. En ja, eigenlijk muziek is tegenwoordig mijn leven in bezit aan het nemen. Ik kan er niet meer omgaan. Het komt en het gaat niet meer. Dus bij deze. Je hebt bepaalde fases in je leven, waardoor dat je denkt van hoe, nu begint het heel zwaar te worden. En als je dan een tekst kunt schrijven of gewoon een soort van uitlaatklep kunt vinden, dan is dat prachtig. En ik zeg het, muziek is tegenwoordig echt mijn leven geworden, omdat ik gewoon echt mijn verhaal eraan kwijt kan. En je kunt een beste vriend hebben, maar beste vrienden die zullen ook niet altijd blijven. En als je muziek blijft, en dan denk ik vooral, als ik een beat opzet en ik hoor echt de emoties dat er in die beat vertoond worden en ik kan daar nog eens mijn verhaal op schrijven, dan zijn misschien grote woorden, maar je kunt het als een soort kunst van je leven beschouwen, omdat je er ook altijd terug op kunt terugvallen. Ik zeg, het is niet altijd makkelijk, maar ik vind niet dat je er iemand anders voor mag bezien. Maar iedereen is toch een beetje anders. Als ik 's morgens opsta en ik moet naar mijn werk gaan, tegenwoordig nu kan ik terug met een auto, maar daarvoor was het met een trein. En als ik dan geen muziek heb voor gewoon mijn dag mee te beginnen, is dat gewoon precies een dag niet geleefd. Dat is heel zwaar gezegd misschien, maar het is, je hebt zoveel melodiekjes en dingetjes waar je op je kunt baseren en je fantasie echt los op kunt laten gaan. En dat is eigenlijk voor mij mijn leven en mijn wereld. Even hoe dat er natuurgeluiden zijn waar je even in terug kunt vinden, zoals gewoon vogeltjes dat fluiten of zo, vandaar dat ik ook in Essen woon. Dat brengt u bepaalde rust. En als je terugkomt en van een dag werken en je hoort zoiets, dan zit je gewoon echt even helemaal terugzien. En dat vind ik gewoon prachtig. Als ik dan terug een liedje kan opzetten bij mezelf en terugdenk van, zie jongen, daar heb je gezeten en zit er niet gewoon terug en leer uit je eigen fouten dat je ook aan de andere mensen wilt meedelen. En dat is eigenlijk vooral wat de muziek voor mij betekent. Vorige week of de week daarvoor hebben wij HipHop Stad gewonnen en toen zeiden ze dat ook. Je had veel mensen die samen op het podium stonden en die stonden er wel en die voelden elkaar ook wel aan, maar wij kwamen met zo'n speciale energie over, omdat wij voelden elkaar aan, no homo tussen haakjes, maar als de klik er is, dan klikt het. En bij ons klikt het en ik zeg het, als ik dan zo'n dag als vandaag weg meemaken, dat betekent heel veel voor mij, daar wil ik niet voor liegen.